Nou, wij zijn Vriendenkring de Rooie Hoek en wij beelden dit jaar de Ronde van Vlaanderen uit. De eerste Ronde van Vlaanderen die gereden is in 25 mei 1913. Een ronde waarbij de mannen over staal gebogen, zo hebben we het genoemd, hè, zwetend, ergend. De ronde heeft 12 uur geduurd, dus ze komen vermoeid aan. Wat we gaan zien tijdens de optocht is de laatste 1,5 kilometer ongeveer van de race. Ze gaan de kasseien op, ze gaan de bergen op, ze gaan bochten naar links, bochten naar rechts. Een peloton van een 40-tal fietsers. En uiteindelijk gaan we kijken wie er gaat winnen. Wie gaat de eerste ronde van Vlaanderen winnen? Fietsen en nog eens fietsen. Er komen er heel wat op de wagen. Ja, 39 om precies te zijn. We hebben ons best gedaan om 39 fietsen te zoeken. En ja, we zijn er nagenoeg bij de 39. We moeten er nog enkele, 1 of 2. En dan zijn we er klaar voor. Nou viel het mij op, het voorwiel draait niet mee. Maar daar hebben jullie iets heel grappigs op bedacht. Ja, ja, daar hebben we onderdelen van een auto voor nodig. We hebben de ventilator vooruit een auto gehaald. En de wieken eraf geslepen. En die zal ons voorwiel in beweging gaan brengen. Van waar het kasseienkot? Nou, de Ronde van Vlaanderen is eigenlijk veelal bekend geworden ook door het zware parcours over de kasseien. Dus vandaar dat wij hier hebben gezegd van nou, we maken hier een mooie kasseienkot. En waar wij alle kasseien gaan maken die onder op de wagen komen te liggen. Dat het echt eruit ziet alsof we over de weg rijden. Dus behalve fietsen, kasseien. Kasseien, ja. En hoeveel denk je dat je er nodig hebt voor heel de wagen te bekleden? Ik denk 2500 of zo, 2000, zoiets. Deze stapel moet sowieso nog eenmaal. Dus we zijn nog wel even zoet. Maar het is voor de dames heel leuk werk, denk ik. Het is voor de dames heel leuk werk, ja. Ja, het is zeer gezellig. Allee, go. We gaan hier kijken. Kijk, dit is het slot. De koers heeft 12 uur geduurd en nu gaan we eindelijk weten wie er gaat winnen. We zitten op de laatste kasseistrook en dat peloton is daar gewoon, die kinderkoppen gewoon uit de grond aan het stampen. Rotkasseien, klote kasseien, zeg wel. We gaan de bocht in. Chef, hoe belangrijk is muziek of wat dan ook wat jullie dit jaar toevoegen? Dit jaar is het eigenlijk heel belangrijk, want wij hebben dus inderdaad de wagen, maar het hele spel gaat op een muziekband. En nou zijn we in het begin goed gaan nadenken wat voor muziekband willen we hebben. Nou, we hebben muziek gekozen die op de achtergrond aanwezig is, maar daaroverheen zit een commentaarstem. We hebben Renaat Schotten bereid gevonden, de Belg, die heel bekend is om het commentaar leveren bij de verschillende rondes. En die heeft vanuit Rio de Janeiro bij de Olympische Spelen heeft die de band ingesproken voor ons en via de mail gestuurd. Dus die krijgen we dan 2,5 uur lang te horen. Dus we hebben echt een Vlaams accentje erbij? Ja, een echt Vlaams accentje, niks nep, gewoon origineel gemaakt. Wat voor gevoel en waar hoop je op zondag? Als de optocht voorbij is of als de optocht van start gaat. Nou, als wij zondagmorgen aan de start staan en de wagen is geworden wat wij voor ogen hadden met ons ontwerpteam. En we rijden dan de tocht goed uit en het spel loopt lekker en je krijgt leuke reacties van het publiek. Ja, dan rest ons nog alleen een feest. En dat feest in de tent is geweldig als ontlading en als afsluiting van een mooi evenement waar wij met z'n allen in Hezen super trots op moeten zijn.